Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Ja, jullie hebben een tijdje niets van me gehoord, hè? Dat klopt. Ik ga heel even rechtstreeks in de camera praten. Ik denk dat dat het beste is. Het gaat momenteel niet echt heel erg geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil niet al te veel in details gaan, maar je moet je voorstellen dat datgene wat je hebt opgebouwd, waar je trots op bent, dat dreigt uit je handen te vallen. Kapot te slaan op de grond. En in die situatie zit ik momenteel. Wat ik daarvan wil zeggen is, hoe groot de verleiding ook is om kwaad met kwaad, kwaad met kwaad te beantwoorden, is mijn boodschap en blijft mijn boodschap. Haat gaat het nooit winnen van liefde. Heb je in je leven te maken met mensen die je challengen, mensen die onder je huid proberen te komen? Het kan heel moeilijk zijn om daarmee om te gaan. Het kan heel verschrikkelijk zijn. Heel, heel erg oneerlijk aanvoelen. Maar vergeld kwaad niet met kwaad. Liefde overwint altijd. Ik wil niet een hele spirituele boodschap nu gaan inspreken, maar daar komt het eigenlijk wel een klein beetje op neer. Ik word voor Final Creator wordt momenteel gezocht tot in zijn uiterste door de verkeerde personen. En mijn boodschap is: karma is a bitch. I'm not wishing bad on nobody. Maar wat je zaait, zal jezelf ook oogsten. En wat ik zaai als antwoord op die aanvallen, wel, ik zaai liefde. Ik zaai liefde, want ik wil geen haat en verderf oogsten. Dat is mijn boodschap en daarmee zal je het moeten doen. Maar wens me wel alsjeblieft geluk en voorspoed, want ik kan het heel goed gebruiken. Ik ben Find the Creator, ik maak content op het internet. Dit is mijn kanaal. Like en share dit bericht en ik zie je bij de volgende boodschap. Bye bye, I'm back! Ik ben er weer.